Rovi, mevrouw de boterhameter. Ja. Ik heb heel goed nieuws. Echt heel goed nieuws. Dames en heren, hartelijk welkom bij aflevering 13. Na het intro ga ik het goede nieuws vertellen, want het is namelijk achter mij. Daar komt-ie! Ik sluit hem op. Samen overleven met Rovi en Vincent. Oké, ik ga het vertellen, Rovi. Achter mij staan met twee mensen, die waren aan onze deur. En toen zeiden ze zijn wel niks, wij mogen binnenkomen. Ze gaven ons compliment over ons mooie huis. En het is namelijk Nina Boom en Tijn van Camilla. Compleet in diamond armor. Compleet. Nee, Nina Boom niet. Oh nee, dat is de haar. Maar goed, Tijn van Camilla wel. En die gaf me dus, kijk, die gaf me gewoon diamonds net. Oh, dat is echt heel erg. Niet de man pakt. Wat gaan we ermee doen? Met de diamonds. Ja, slopen! We hebben diamonds gehad inderdaad van Time for Camilla. Die hebben we hierin gestopt. 24 stuks. Echt bizar. Hoe kwamen jullie aan zoveel... Kijk nou, die houdt gewoon diamond in de hand. Ze heeft je weer een diamond gegeven. Ik doe hem gelijk erin. Echt? Oh ja. Nou, zoals je weet hebben we vorige keer natuurlijk voor iron gezocht. En ik zeg, met de diamonds maken we een diamond pickaxe. Daar halen we van dat dingstone, hoe heet dat? Bedrock mee. Bedrock halen Bedrock, van? Ja. Of hoe heet dat? Nee, dat heet obsidian heet het. En dan maken we een portal mee, een nether portal. Ja, ga door. En ook nog een enchanting table maken met de dinges, met de diamonds. Ik maak sowieso een pickaxe en een hakbel, want dat hakbeltje... Nee! Willen... Niet de hakbel? Geen hakbel, alsjeblieft. Waarom niet? Waste. Maak dan armor of zo. Bewaar nog even. Oké. Oh, we hebben ook emerald. Oh. Oké, ik heb één pickaxe gemaakt. Geen hakbel. Nee, ik doe niks. Ik doe niks. Ik wou gewoon beter hakken, want ik moet hout gaan hakken. Ja, dan pak je iron, toch? Ik ga hout hakken. Ja, is goed. Oké, ik pak wel iron dan. Ik moet hout gaan hakken. Als we... Oh ja, maar... Is de pickaxe? Nee, want die wil ik gebruiken. Nee, dat ga ik halen. Ja, maar waarom zou je een portal willen maken? Een ender portal? Nether portal. Kunnen we naar de nether? Oh! Oh, shit. Iemand aan de deur. Oh, je had geklopt, Erik. Ik dacht het... De bel. De bel weet ik niet, dus... Kom binnen. Ja, ik had mijn handen vol, dus hier. Ah, rails. Oh. Ja. Oh, wat wil je met rails doen? Oh, wauw. Nou, geen idee, gevonden. Lag op de straat. Dat neem ik mee. Serieus? Had je op de straat? Nou ja, straat. Mijnschaf, zo. Hebben die gevonden? Die heb ik gevonden. Want wij willen jou wat laten zien. Robby, ga jij mee? Ja. Erik, neem maar een pickaxe mee, zou ik zeggen. Hier zit ik heb in. Ook een pickaxe hier. Hallo. Oh, tof. Oké. Ja, dan maak ik daar even een heleboel goed. Ik pak wel even wat te eten, als het mag. Hoeveel pickaxes heb je? Want we gaan jou namelijk de mijn sturen. Oh, oké. Ja, ik heb twee iron pickaxes. Oh, je hebt echt iemand een heel genius move gedaan. Oh, ik kom er zo aan, Robby. Wacht hoor. Nice. Oh. Hoe kom ik nou aan die diamond? Oh, die wordt gegeven, joh. Huh? Niet? Wauw, ja. Hier, oh. Erik, kom eens. Hier. Komt-ie. Heb je ze? Oh. Yep. Oké, kom. Wat is er, Roy? Oh. Nou, kom. Wacht even, kom. Ja. Yeah. Deur gaat sluiten, jongens. Kom, meiden. Zo. Wat is er? Oh, dat heb ik gedaan! Oh, wat stom. Ik had helemaal niet geplaatst. Ik dacht, ik maak een soort van... Dan moet ik hem hoger plaatsen. Sorry, ik wou een soort afdakje gedaan, want je kan die eieren kopen, hè, Erik? Sinds kort. Netjes. Ik ga even eieren pakken. Oh, kijk eens, ligt er weer genoeg. Ja, Annabelle is er flink bezig geweest. Annabelle is een hele lieve meid. Zo. Nou, meiden, we gaan eens kijken of er wat eieren... Ik ga ze in de kist doen, want we hebben namelijk ook een chest. Die gaan we buiten neerzetten, maar daar ga ik daar even bomen voor kappen. Kom, follow me. Yo. Dit hebben wij namelijk gemaakt in de tussentijd. Toen we vanmiddag hebben doorgegamed. Stiekem. Jij bent er. Daar komt iedereen hoor. Oh, de andere kan ook te mijden.
Maar nu we gaan die onze mineshaft. We hebben ook een iets gevonden namelijk. Oh. Fijn. Dit is geheim. Ja, dit is geheim. Oké. Okay, Jess staat er nog. Oh, er zit ook nog spullen in. Wat is hier? Wij moesten ook heen. Kijk uit dat je niet in de lava dondert. Nee, ik zou niet durven. Oh, ja, zegt hij. Volg Robbie maar. Ja, goed zo. Alsjeblieft. Ik wens je heel veel succes hier. Ik wens je heel veel succes hier. Ja, jij moet je loon nog betalen van ons, van je huur bij ons. Ik had rails. Oh ja. Nee. Nee. Ja. Nee. Ik heb ook redstone. 4 is een hele stack. Oh nee, dat is goed. Nee, dat was een geintje. Maar in ieder geval, dan weet je ongeveer dat hier. Kan je dus alles gaan zoeken. Wat je hier... Ja, hier heb je allemaal handige zooi. Wat we kunnen gebruiken misschien wel voor onze... Oké. Plekjes. Oh, er valt een Irma uit de lucht. Wat? Oh! Nee. Oh, ze hebben een nice book, joh. Nou, hier hebben we... Even kijken, we hebben hier gold gevonden al. En diamond. Ja, ik ook. Die heb ik ook. Oh, en diamond hier gevonden. En we hebben heel veel kool voor de... voor de open haard natuurlijk. Dus Waarom niet boog? Gevangen. Zal ik TP accept doen? Ik ben ook een boog. Nee, ik doe geen TP accept. Met een hengel. Ons geheim. Echt? Heb je die echt gevangen met een hengel? Ja, die kan je vangen met een hengel. Nee. Dit is de bow met flame 1 en power 3. Jawel. Oh my god. Yeah. Dat is echt nice. Gewoon met een vishengel. Vishengel hebben. Hier, ben je. Er is genoeg water al. Oh, Roy loopt naar boven. Oh, I'm scared. Oh, je zit te veel beesten. Ja, ik ga niet door de mijn hoor, mensen. Wees niet bang, ik ga niet elke keer mijnen. We hebben Erik, we moeten eigenlijk lekker hout gaan pakken. Maar ik dacht, ik ga heel even met die houten, met die diamond pickaxe eventjes hier graven. Nou, hier is niks. Het kon zijn dat je wat kon vinden, hè. Ik had namelijk een gat gemaakt aan de overkant. Even kijken of ik daar naartoe kan. Want we hebben namelijk alweer mensen verteld over dit geheimpje. Maar dat kon. Ze hebben ons wel wat gegeven, hè, Diamond. Dus dan heb ik zoiets van, ja... Oh, ze droppen ook spullen en zo. Ja, inderdaad. Jerry, kom je neer, maar creeper, hoor. Echt? Ja, joh. Komt ze. He's coming for me. Coming for me. Als je maar niet in mijn buurt komt. Enge creeper. Nee. Oké, het gaat goed. Hallo, kijk ermee. Ik wil even die kool, jongens, want we hebben best wel een hoop ovens. Kool? Wil... Heb je kool nodig? Ja, nou, ik heb hier een beetje kool. Ja, ja, ik heb hier ook weer kool gevonden, dus tof. Dat gaat goed. Ah, tof. Ja, ik hou ook zoveel mogelijk kool. Dan hebben we voorlopig genoeg met torches en weet ik het allemaal niet, weet je wel. Maar makkelijk, zodat we gewoon een huis hebben. Hallo. Zo, die diamond pickaxe werkt wel lekker, joh. Ja, dat geloof ik. Die werkt echt fijn. Moet je, heeft iemand... Nee, een emmer water. Ik heb geen emmer. Wel, nee, een bucket ook niet bij me. Ligt in de. Ja, die heb ik toen laatst gemaakt. Speciale voorwerpen liggen die. Oei. Maar hier moet in de buurt sowieso diamond liggen. We hebben wel genoeg diamond, hoor. Dus ik zou zeggen, wie kan hier verder? Je kan hier misschien. Ik ben bezig met ook een beetje aan diamond speuren. Ik ben op 13, als het goed is. Tussen 13 en 11, dus daar ben ik nou. Oké, tof. Ja, want ik heb hier zit ik namelijk naast lava. Misschien kan je TPA doen. Dan accepteer ik. Ja, ik hoor het ook aan de andere kant. Ik hoor het ook aan de andere kant van de muur, dus ik zit er ook bij. Oké, want hier is al lava. Maar er zit een bitch daarboven weer. Oh, nou. Er zit een bitch erboven, oké. Ga jij hier verder minen, Roy, of niet? Of ga je met me mee om? Oké, dan ga ik hout halen. Help jij mij mee met hout, Roy? Help jij mij mee met hout, Roy? Hout? Ja, we moeten van hout verzamelen voor de winter dadelijk. Nee? Oké. Ja, nou ja, ik dacht, we gaan wat bomen en dan een beetje ver weg. Want weet je, want dan hebben we hier nog een beetje een natuurgebied. Dus ik denk, ik ga voor wat bomen. Of jij pakt die ding op. Jij pakt die groene plantjes op. Waar ben je nu? Buiten. Ze hebben me obsidian gegeven, joh. Serieus? Oh. Waarom wou je dingen maken dan? Want ik ben niet zo gek van Ender Portal. Of die portal, hoe noem je dat ding? Heb je trouwens scharen al gemaakt?
Voor bosjes? Je haalt bosjes bij je, toch? Ja, nou, die zitten dat... volgens mij in de voorraadkast, toch? Die, Oh, serieus? Want ik heb ook een chest op jouw kamer geplant, hè? Nog. Oh, daar had ik ook een dubbele geplaatst, ja. Oh, tof. En misschien zit die daarin. Jij naast jouw koffer, naast jouw bed, toch? Ja. Oh. Ben je weer daarin. Thuis? Ja, je mag TPA doen naar mij. Ik ben al in het oerwoud. Ik ben al wat Dan laat ik die mensen hier wel helemaal alleen in het... Ja, maar dan moeten we maar van slash home doen. Ik ga naar home. Beetje hout, hè? Beetje hout moeten we hebben. Ja, hout erbij. Oh, heb je meer hooi met het oprapen van de plantjes? Nee, dat doe ik niet aan. Echt niet? Bloedig. Ze denken het is donker, ik ga weer vluchten. Ja. Samen overleven. Met Vincent en geen Roby. Ja. Roby, help me. Wat? Dadelijk, hier. Je laat een armend eendje, of een beertje, laat je alleen hier. In het bos. Helemaal alleen. Hoe durf je? Ik ben even bezig. Ik ga daar die schaal afhalen. Want dan gaan we gewoon in deze aflevering ook een beetje van alles doen. Maar het meeste even hout verzamelen. En gewoon een beetje hout. Ik denk dat ik gewoon wel sowieso voor, denk 2 stacks gaat hout. Ik denk dat we dan sowieso iets van 8, 9 of 10 stacks wood van dat hout kunnen krijgen. Maar dat is natuurlijk een soort van bomenhout is dit, hè? Ik weet niet hoe dat heet, dat bomenhout. Heet dat gewoon tree wood? Ook. Ook wood natuurlijk, ja. Ook wood. En als je dat dan kleiner maakt, dan heet dat ook gewoon ook wood. Is er? Oh nee, Irma ontploft er weer. Ja, die ontploft niet, tenminste niet dat alles kapot gaat. Daar ben ik wel blij om. Nee, dat om. Gelukkig niet. Zo. Nee, je schrikt er wel van als je hem niet verwacht. Natuurlijk. Kom sowieso wel door Irma's creepy skin. Dat sowieso. Het is een Roby. Gaat het goed met je? Moet ik 1 en 2 bellen? Moet ik 1 en 2 bellen? Ik bel het gekkenhuis wel vast even. Geef hem maar af van zijn spuitje, leg hem maar klaar. Leg hem. Dat wordt een opname voor Roby. Geen commentaar. Zeker luisteren. Zo, hier staat 1 biggie boom. Hadden we trouwens genoeg glas, Roby? Moet ik zand meenemen of niet? Zand. Oh, jee. Moet ik zand meenemen of niet? Hebben we genoeg? Oh, ik zie nou skeletten om me heen en allemaal zombies. Ik ga gewoon even weg hier, denk ik. Maar even nog de dingen oppakken. Maak je bladzijdes. Zo. Wat ga je doen? Roby, je wil overleggen. Wat ben je allemaal aan het doen? Overleggen met de grote crew. Mag niet. Jawel. Oh, ik moet eten, jongens. En ik heb geen eten, dus ik moet sowieso even naar home komen dadelijk. Heb je een heerlijke maaltijd voor ons gekookt, voor de mannen, Roby? Nee. Zo, er staan grote bomen aan de overkant. Kijk nou. En ik zie daar hele mooie grote bomen. En een enderman. En ik hoor een kleine zombie. Oké, ik ben het genoeg. Ik heb bijna 2 stacks. Hallo. Ik ga even wat eten, hoor. Ja. Oh, heel zielig. We hebben maar 1 peen. Echt heel zielig. Oh, ja, echt, hè? Ik heb er zo mijn best voor gedaan. Oh, wat doen ze nou allemaal? Ik zal eens even... Oh, ik zie dat de peen al heel goed groeit, zie ik. Dus ik ga sowieso eventjes met wat zaadjes langs de... Langs de zooi hier. Zo, het is weer vol. Oh, ik liet een boertje in de game. Nee. Oh, wat ja, echt waar. Ja, als je wat eet of zo. Dan zit er ook wat over mij te zeggen dat ik af en toe een boertje laat. Maar die gast in Minecraft kan er ook wel wat van, hoor. Just saying. Ik ben benieuwd of dat in de toekomst komt, dat je een vrouwelijke karakter kan kiezen in Minecraft. Je kan ook wel een beetje skin doen. Je kan je skin veranderen. Ja. Wat wil je dan? Dat we een titel krijgen of zo? Ja. 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 Nou, ze deed ik helemaal niet. Oh. Oké, half dan. Hé, die Blobelet. Oh, je moet even helpen. Blobelet heeft hier allemaal zorgen wat ik niet weg kan halen. En dat groeit ook maar door en zo. En dan kan ik niet... Even kijken, waar was dat nou? Een stinkje. Ja, hier, dit kan ik niet weghalen. Dat heeft hij allemaal geplaatst.
Hier, die overblijver kan ik niet weghalen daar. Oh, huh? Nou. Nu wel. Hè? Nee, hier niet, hier niet. Ja, hier. Oh, het bij het lopen let. Nu wel. Huh? Nee. Nee, die kan ik niet weghalen deze. Kijk. Kom maar. Ja. Dan kan ik toch wel... Dan kan ik ook niets meer droppen. Ik kan hier ook niets meer planten. Nou, dan moet jij dat maar doen. Oh, je hebt het kapot gemaakt, Roy. Nee, nee. Oh, kijk ze allemaal komen, al dat getrippel van die beestjes. Kom maar lekker met elkaar zoenen en dan komen de kleine kindjes. Dan krijgen we lekker veel. Hoor die XP, welk level ben je, Roy? 24. En jij? Oh, ik ben 25. Wauw. Oh, wow. Oké, okay. 38. Zo. Oh. Ja, jij bent in de mineshaft geweest, hè? Ja, cheater. Krijg je dat daarvoor dan? Wow. Nee, dat weet ik niet. Zo, we hebben veel kippen, Roy. Maar kijk hoeveel. Ze komen achter elkaar om af. We hebben echt veel. Echt, hè? Moet je kijken. Echt niet goed. Nee, 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 nee. Kill it with fire. Ik heb sowieso nog weer een hele, allemaal eieren en zo. Hé, hey, ik had het toch gelokt? Oh, nou lekker is dit. Oh, nu zijn ze weg. Nee, nee, nee. Oh, Roy, er staat hier serieus een ender portal. Ja. Waarom hier zo lelijk dicht bij de muur? Nou, sorry hoor. Maar waarom is dat handig? Wat zijn we... Je kunt... Weer de halen, joh. Kan glowstone bijvoorbeeld. Nee, niet... Dicht! Wat is er met die stomme deur? Roby! Wat is er? Ja, die stomme deur wil niet meer dicht. Achterlijke deur. Toch iets heel... En waarom staat die... Maar lekt het een beetje bij jullie, of niet? Nee. Oké. Okay. Nee, nee, nee. Ah, dat dacht ik. Zo. Shit. Dat was een ontploffing. Daar, ja, dat was ja, dat had ik er net ook al. Nee, we moeten even een voorraad maken ergens, jongens. Waar wil je een voorraad maken? Ik zeg in de kelder of iets. Gewoon een voorraad met alle chesten. Oké. Dan doe je dat toch? Nou ja, ik vind het wel mooi als we gewoon een overzicht hebben. Dat hebben we vroeger toch ook gedaan. Weet je nog, Roy? In het allerbegin? Kan je dat nog herinneren? Met dat grote koningshuis? Ooit? En ja. Ja. Weet je dat nog? Toen ja, dat ook weet iets, ik nog wel. Toen hadden wij ook zo'n voorraadkast maar ding. Maar gameboat. Ja, nou... Nou, niet de hele tijd. Maar we kunnen nu... Ergens... Ik heb nog wel een ladder nodig. We kunnen ook boven doen, Roy, die kist voorraad. Wat zeg jij? Zeg dit maar wat. Ja, zeg jij maar. Beetje overzicht moeten we hebben. Ik doe TP accept. Boven of beneden? Wat wil je? Ja, ik denk... boven is dichterbij, maar daar was geen ruimte. Of we moeten daar in die grote... Nee. Oh, wat komt Time voor Camilla doen? Oh. Nou, ik heb hier... maak ik nu de... Ja, hier kunnen we enchanting hier... ruimte. Oh, kunnen we dat nee, je komt een enchant ruimte. Doe maar beneden en anders. Ja, maar er is niet zoveel plek. Ja, maar kijk, hier kan je sowieso geen chest neerzetten, omdat alles rond is. Rond? Je hoofd is ook hier? Rond. Oh ja. We kunnen een schuur... We kunnen heel realistisch een schuur maken, achter. Schuur. Ja, toch? Een houten schuur? Dat is wel... En dan zetten idee, we daar ja. Erik in en dan doen we in zijn slaapkamer... Juist! Oh... Poor Erik, ja. Naughty. Ik hoor het alweer. Nee. Ga maar verhuizen, denk ik. Ik hoor het alweer. Oh, nee. Roy, een beetje gasvriendelijk worden. Oh. Je deed het zelf. Oh, hé, hey, wat? Oh, ze geven me zo mijn boekenkasten. Wat een aapje. Oh, is dat die... Ik word echt alleen maar geholpen hier. Echt? Echt heel erg. Ja, joh. We moeten wel nog dingen zelf doen, hoor. Ja, inderdaad. Moet je wat even zeggen dan. Maar wel heel, moet je wel ook zeggen dat het heel lief is, natuurlijk. Want anders krijgen we daar helemaal geen hulp meer. Krijg je niks meer. Misschien zitten we wel in het kanaal. Dan hoort ze dat we heel erg armoe zijn. Wat? Armoe? Ja, mensen, gaan stoppen met deze keer voor deze aflevering. Ik ga in de volgende aflevering verder met het schuurtje in deze stromende regen. Maar dat doen mannen, hardwerkende mannen doen dat toch?
Kijk ook even op Roy Games om haar perspectief te zien van het hele verhaal. En ja, en ook zeker op Erik's kanaal ook even kijken. Zaagsel Channel. Zeker een link in de beschrijving. Dus bedankt voor het meedoen, jongens. En tot de volgende video. Doei, doei. Doeg. 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 Doeg.